Oké, jongens, misschien horen jullie het al of zien jullie het al, maar ik ben zeg maar best wel heel erg ziek nu ik deze video opneem. Dus ik dacht, ja, ik kan wel een video skippen, maar het is make-up doen en kletsen, dus dan wordt het geen fantastische make-up look. Maar het is wel leuk om een beetje bij te praten met jullie. Ik hoop dat mijn stem niet te vervelend is voor jullie. Ik hoop dat die voor mij erger klinkt dan voor jullie, want mijn oren zitten ook nog dicht. En ik ben echt super verkouden, super grieperig, ik weet het niet. Het is al een week bezig nu. Ik slaap ook al een week super slecht en ik kan me nergens op focussen. Dus ik weet ook niet waar deze video naartoe gaat. Maar ja, ik moet maandag weer naar school. Best wel laat. Volgens mij is ondertussen bijna iedereen alweer naar school. Maar ja, ik ben ziek. Dus dat is heel chill getimed. Maar ja, nou ja, weet je, laat ik maar gewoon het eerste make-up product erbij pakken. Oké, als spiegeltje gebruik ik dit blush palet van Elf. Die is trouwens super mooi. Ik heb er ook een video mee. Hé, dat weet ik dan nog wel. Oh my god, ik kan echt niet normaal nadenken. Ik heb zelfs al moeite met lopen. Oh mijn god, mijn hoofd glimt zo erg. Ik heb het zo hard. Ik ben echt een bende op dit moment. Ik hoop dat jullie er begrip voor hebben. Iedereen is wel eens ziek. Maar, oh ja, daar komt er dinsdag ook geen vlog online. Want ja, ik trek het gewoon echt niet. Dit kost me al heel veel energie om te filmen. Dus ja, vloggen, dat, ik heb ook niks te doen en ik heb er de kracht niet voor. Waarschijnlijk na deze video ga ik gelijk slapen of zo. Maar ik weet ook niet zo goed waardoor dit komt. Ik had vorige week introductiedagen, ik was begeleider. En daar hadden we dan wel lange dagen en allemaal activiteiten en 's avonds en 's nachts ook feest. Dus ik dacht dat ik daardoor mijn stem kwijt was of zo. Maar het bleef maar aanhouden en ondertussen ook oorpijn en een loopneus de hele tijd en niezen en hoesten. En volgens mij is mijn temperatuur ook echt super hoog. Die ga ik straks even opnemen. Dus ja, mijn intro was heel leuk, maar ik dacht dat ik daardoor ziek was. Maar volgens mij heerst het, want ik hoor heel veel mensen die nu ziek zijn. Maar ik hoop dat iedereen snel beter wordt. En morgen heb ik waarschijnlijk intro georganiseerd vanuit mijn school. Dus ja, ik hoop dat ik dan wel iets fitter ben. Want ik versta echt bijna niks. En mijn stem klinkt echt vervelend. En ik hoest echt super goor. Dat zal ik gelukkig wel uit deze video knippen voor jullie. Maar ja, zo wil je geen eerste indruk maken op mensen, zeg maar. Gelukkig kennen jullie me waarschijnlijk al wat langer. Een beetje concealer. Oh, ik heb ook echt zieke donkere kringen omdat ik zo slecht slaap. Zeg maar, ik ben zo verkouden dat als ik op mijn bed ga liggen, dat mijn ogen dan gelijk beginnen te tranen. Ik wil hier geen surfvideo van maken, maar dan snappen jullie de situatie een beetje. Ik ga geen foundation opdoen, denk ik. Ik bedoel, ik ben gewoon thuis. Als ik deze video niet op zou nemen, had ik waarschijnlijk helemaal geen make-up op gedaan. Ik hoop gewoon echt heel erg dat ik te verstaan ben. En als je heel veel knipjes in deze video ziet, zoals net, dan heb ik een hoestbui. En die hoeven jullie niet te horen, volgens mij. Mijn Beauty Blender moet ik echt nodig weer een keer schoonmaken. Maar het is echt mijn onmisbare tool. Oh ja, en die rare vlek hier, dat heeft niks met ziek zijn te maken. Oh, dat zei ik net volgens mij al, dus het is mijn zelfbruiner. Want ja, zelfbruinen is niet iets wat ik doe als ik ziek ben. Ik heb echt dagenlang gewoon op bed gelegen. Patrick heeft overigens echt super goed voor me gezorgd, super schattig. Die had helemaal citroenen voor me gehaald. Ik heb ook hier naast me een beker met citroenwater staan. En hij had sinaasappelsap gehaald. En nog iets, maar dat ben ik vergeten. Ik weet het niet. Maar hij heeft echt wel vet goed voor me gezorgd. Maar nu ben ik weer in mijn eigen huis. Of nou ja, mijn huis waar ik met mijn moeder woon. Maar mijn moeder die is aan het werk. Dus dat is even survivalen. Maar dat lukt wel. Het enige wat ik doe is thee drinken. En ik wilde Netflix gaan kijken, maar mijn laptop is ontzettend raar aan het doen. En dat is echt stressvol. Zeg maar, hij blaast de hele tijd. Het klinkt echt alsof hij op ontploffen staat. Dus ik hoop dat het meevalt. Maar ik neem hem dus ook altijd mee naar school. Maar dan kan ik echt niet in de les gaan zitten. Want hij stopt zeg maar niet meer met blazen. Dus misschien moet ik langs de Apple winkel. Maar oh, daar kan ik me nu echt niet mee bezighouden. Ik kan niet eens normaal nadenken. Laat staan de Apple winkel bellen of zo. Dus nee. Oh damn, hoe ga ik die intro morgen overleven?
Dat is trouwens vet stom. We hebben een nieuwe klasindeling gehad. En bijna mijn hele oude klas zit bij elkaar op een paar mensen na. En ik zit natuurlijk bij die paar mensen. Vet afgezonderd van de rest. En toen had ik school gemaild van, joh, kan dit opgelost worden? Maar nu moet ik iemand vinden om te ruilen. En niemand wil ruilen. Dus ik zit forever alone in een andere klas. En die heeft morgen intro en de rest niet. En ik ben ziek. Dus het komt helemaal niet handig uit allemaal. En als het aan mij lag, had ik ook allemaal back-to-school video's nu gemaakt en online staan. Maar ja, jullie kunnen zelf wel invullen waarom dat nog niet zo is. Nou ja, kletsen is gelukkig iets wat op automatische piloot gaat. Dus dat gaat wel. Eeuw, het zit echt niet goed. Nou ja, dus vooral niet op het make-up gedeelte letten van deze video, maar op het kletsgedeelte. Ja, echt goed geconcealed. Je ziet alles nog. Nou ja, boeien. Oh, ik moet deze video natuurlijk ook nog bewerken. Als deze video online komt, dan is dit eergisteren. En heb ik dus gisteren wel mijn intro gedaan waarschijnlijk. En hopelijk ben ik dan nu alweer beter. Maar dat denk ik niet. Maar het is al een week bezig. Het is toch wel gewoon genoeg zo. Ik wil niet meer. Het is mijn laatste week vakantie. Die overigens nu al op de helft zit. Oh, ik ben al... Nee, ik wil gewoon fit zijn. Ik heb nog maar heel kort vakantie. En ik heb geen bril op of zo. Oh, weten jullie het trouwens wel? Normaal draag ik een bril. Niet in mijn video's, maar... Ik zie nu ook gewoon slechter of zo, omdat ik niet lekker ben. Dus ik weet niet of ik scherp ben. Maar ik hoop het wel. Nou, intro was dus super leuk. Ik ben nu tweedejaars student. Dus ik mocht de aankomende eerste jaar samen begeleiden. En we hebben echt allemaal leuke dingen gedaan. Uitgeweest in Haarlem. Kroegtocht in Haarlem. En wat heb ik nog meer gedaan? Ja, dit weekend was ik bij Patrick. Hij kwam me vrijdag ophalen. Ik had woensdag en donderdag intro. Ja, toen kwam ik vrijdagmiddag naar huis toe, want ik sliep bij een meisje in Haarlem. En toen kwam hij me dus vrijdag ophalen. En toen was het zaterdag super lekker weer. Dus toen hebben we in de tuin gezeten, lekker met een zwembadje. Ik had mijn bikini aan. En later op de dag ging ik douchen. En daarna was in één keer dit aan de hand. Echt super ziek. Heel erg raar. In één keer sloeg het om. Maar ja, ik hoor het wel van meer mensen, dus ik denk niet dat het aan mij ligt. Maar ik hoop gewoon dat het heel erg snel overgaat. Want het lijkt me wel prettig om het schooljaar scherp te beginnen en niet al gelijk dat ik half ziek ben en niks opsla en dat soort dingen. Ik heb ook gewoon niet de motivatie om mijn wenkbrauwen mooi te doen vandaag. Ik wil zeggen, niemand ziet het, maar er zijn duizenden mensen die deze video kijken. Maar geloof me. Mijn make-up zit niet altijd zo slecht. En als je meer video's van mij hebt gezien, dan weet je dat. Ik ben geen make-up queen. Zo, Nikki Tutorials, wat dat zijn nou voor video? Dat ze zich zonder kwast had opgemaakt, alleen met haar handen. Zij is wel echt een queen hoor. Zij kan echt alles. Al die challenges. Dat kan ik niet echt uitspreken voor koud. Al die challenges die Nikki Tutorials doet. Doet ze zo goed. Haar hele gezicht met liquid lipstick of met kindermake-up. Nu alleen met haar handen en geen make-up kwasten. Nou ja, wat ik dus wilde zeggen. Ik ben geen make-up queen. Maar normaal zit het wel wat beter dan dit. Ja, ik wilde ook heel graag een back-to-school make-up look maken en zo. Maar het is nu allemaal een beetje laat. Ik kan natuurlijk nog wel wat in mijn schoolbag doen. Misschien kan ik alsnog wel een make-up look doen, maar... Ja, en ik zou nog die first impression van die de Body Shop gezichtsmaskers doen. Die komt er ook echt aan. Maar ja, ik wilde vandaag meerdere video's opnemen, maar het gaat gewoon niet. Ik zit hier ook echt in mijn veel te grote L'Oreal University t-shirt. Die zit zo lekker. Dat is echt het leukste persevenement waar ik ooit naartoe ben geweest. Dat is zo gezellig met iedereen. Oh my god. Ik hoop echt dat ik nog een keer zoiets mee mag maken. Maar ook echt met overnachting en zo. Super cool. Ja, en ik was ook weer lekker bezig met bloggen trouwens. Blogartikelen maken. Voor degenen die het niet weten. Ik heb ook een blog. Gewoon allaboutleonie.nl. Maar, ja. Oh, ik zit de hele tijd leuke dingen te vertellen met ik ben dit en dit en dit van plan. Maar ik ben ziek, dus het lukt allemaal niet. Nou ja, weet je. Wel een leuk vooruitzicht. Er komen allemaal leuke dingen aan. Dus als je dat niet wil missen, dan kan je abonneren op mijn kanaal. En dan beloof ik je dat ik in de volgende video's niet zo vervelende stem heb. Wenkbrauwen maken toch altijd wel een groot verschil, vind ik. Eventjes de wimperkleur erbij pakken. Om een of andere reden krijg ik heel vaak de vraag waar mijn er vandaan komt. Maar deze is gewoon van Hema.
vraag me echt af hoe lang deze video wordt, aangezien mijn edit ook niet on fleek zal zijn. En misschien doe ik het ook wel niet op mijn laptop, aangezien die echt half dood aan het gaan is. Maar goed, dit gaat vast helemaal goed komen. Ja, ik dacht ik ga jullie niet zonder video laten zitten. Dan maar de halve Leonie in plaats van helemaal geen Leonie. Maar, oh het zit mijn haar gek met al die plaatjes. Maar dinsdag komt er dus geen vlog online. Maar ik zal het die dinsdag erop dubbel en dwars goed maken. Oh god, dit was echt een hele dikke hint. Maar jullie zien het vanzelf wel. Er komen allemaal leuke dingen aan. Doen jullie dit ook altijd gewoon hup mascara erop en dan komt het er allemaal boven en eronder. Maar dan haal je het gewoon daarna weg met een wattenstaafje. Of ben ik de enige die dit doet? Trouwens, dit is niet het meest lelijke hoe ik ooit op internet heb gestaan. Ik weet niet of jullie de video van afgelopen vrijdag hebben gezien met Sarah, maar die op mijn kanaal was best normaal. Maar op haar kanaal deden we de make-up roulette challenge. En ja, we zagen er allebei niet meer heel mooi uit. Dus als je die niet gezien hebt, het is echt de grappigste video waar ik ooit in heb gespeeld. Gaan we alsjeblieft kijken. Ik ging helemaal stuk toen ik hem zelf zag. Super grappig. Dus ja, ik hoop dat jullie hem net zo grappig vinden als ik. Oh ja, en wat trouwens ook echt hilarisch was, die shoplog die laatst online kwam. Daar vroeg ik, oké wacht, ik zal even een afbeelding van mijn rugtas in beeld zetten. En ik vroeg van, hoe spreek je dat merk nou uit? Want ik wist het niet. En iedereen zei een andere manier van uitspraak, dus nu weet ik het nog steeds niet. Oké, het liefst als ik aan mijn make-up begonnen ben, smeer ik er nu ook nog bronzer, blush en highlighter bij en een lipstick en zo. Maar dat ga ik niet doen, want ik ga toch aan mijn gezicht zitten en in mijn ogen wrijven. En weet ik veel wat, mijn neus snuiten 100 keer. Dus ik laat het hier bijna bij. Ik ga nog eventjes iets pakken voor op mijn lippen. Ik hoop echt dat dit geen super zeurderige video was. En dat je een beetje normaal bewerkt is, want mijn setting is ook niet echt super florissant. Maar baby lips ga ik even op mijn lippen doen, de gele. Zo. En dan heb ik nu mijn laatste energie eruit geperst om deze video op te nemen met wel geteld concealer, wenkbrauwproducten, mascara en iets op mijn lippen. Super minimaal, maar goed. Het is beter dan niets. Ik hoop dat jullie alsnog deze video heel erg leuk vonden. Het komt allemaal wel weer goed met me de volgende keer. Ben ik gewoon fris en fruitig. En ja, ik wil je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En als je nog niet geabonneerd bent, zou je me super blij maken als je dat wel doet. Want ik ga echt super dicht richting die 15.000. En dat is zo'n mooi aantal. Super cool als ik die binnenkort haal. En ik weet niet of ik het al gezegd had, maar heel erg bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie allemaal en hopelijk tot snel. Doei doei!